Hey hoi, hier een filmpje over energie, industrie en groene chemie voor VWO-leerlingen die zich op een toets of examen aan het voorbereiden zijn. Vergeet niet om als je klaar bent met het kijken van het filmpje echt even wat vragen op niveau te oefenen. Onder dit filmpje staan linkjes naar dat soort vragen. Prin ik begin even met een paar begripjes. Waarschijnlijk weet je het wel: een endotherm reactie is een reactie waarbij voortdurend energie nodig is. De afspraak is dat de reactiewarmte dan een positief getal is. Is de reactiewarmte een negatief getal, komt er dus energie vrij, netto, en is het een exotherme reactie. Je moet er ook aan kunnen rekenen met vormingswarmte, met reactiewarmte. En als het over een verbranding gaat, ook met de verbrandingswarmte. Dat komt niet in dit filmpje, maar dat staat in het examentrainingsfilmpje over rekenen. Zie we hier een voorbeeld van een energiediagram, in dit geval van een endotherme reactie. Hoe weet ik nou dat die endotherm is? Omdat de Reactieproducten hier een hoger energieniveau hebben dan de beginstof. dan noemen we endotherm. Hier zie je ook de rol van de katalysator. Hierbovenaan is de overgangstoestand, heet ook wel geactiveerde toestand zonder katalysator. En met katalysator ligt hij een stukje lager. Dat betekent ook dat met katalysator dit pijltje, het verschil tussen de beginstof en de overgangstoestand, kleiner wordt. Deze is kleiner dan die. Dus de activeringsenergie is kleiner en de reactie gaat sneller. Nou, een paar begripjes uit de groene chemie. Atoomeconomie, E-factor en rendement kun je gewoon in BINAS opzoeken, de formules. En in het examentrainingsfilmpje over rekenen staan daar voorbeelden van. De twaalf punten van de groene chemie moet je ook kunnen toepassen. Dat is eigenlijk gewoon in BINAS kijken. Eén ding wil ik er nog even bij noemen. De hernieuwbare grondstoffen, die worden daar genoemd, zijn vaak bio-gebaseerd. Dat zijn beginstoffen die je steeds opnieuw kunt maken. Bijvoorbeeld door planten te laten groeien en plantaardig materiaal te gebruiken. Dat is iets anders dan stoffen die in de natuur afbreekbaar zijn. Dus het gaat dan om grondstoffen, beginstoffen. Nou, nog even een voorbeeldje als je denkt, ik wil toch nog even oefenen met de toomeconomie. Her van 2019, twee makkelijk binnen te halen puntjes. Dan even wat dingetjes over biobrandstoffen. Die worden gemaakt van planten, dus net als die grondstoffen, alleen het zijn brandstoffen. Bioethanol en koolstadolie zijn daar voorbeelden van. In theorie is het zo dat er bij de verbranding van die stoffen net zoveel CO2 vrijkomt als die planten hebben opgenomen via fotosynthese. En dat er netto dan geen CO2-uitstoot is en dus geen broeikaseffectversterking. Helaas is het in de praktijk niet zo mooi als deze theorie. Nou, hoe maak je bioethanol met vergisting? Je ziet hier de reactievergelijking. De glucose wordt alcohol en CO2. Biogas is hetzelfde als aardgas, alleen wordt er niet van fossiele dingen gemaakt. Maar bijvoorbeeld plantenafval. En biodiesel, je ziet hier een voorbeeld van een omestering. Dit is een voorbeeld van een soort biodiesel. Dat is allemaal gemaakt van plantaardig materiaal. Fossiele brandstoffen, eh, nou, die zijn natuurlijk al miljoenen jaren geleden gemaakt van plantaardig of dierlijk materiaal. Die zijn niet allemaal even erg als je kijkt naar hoeveel CO2 er vrijkomt. Dat ligt ook een beetje aan de verhouding tussen koolstof en waterstof. Heb je een, naar verhouding veel koolstof, dan heb je ook naar verhouding veel CO2. Als dus ik bijvoorbeeld kijk naar C8H18, ongeveer twee keer zoveel H als C. Vergelijk dan met CH4, dan is er vier keer zoveel H als C. Dus bij CH4 heb je naar verhouding meer... Waterstof ontstaat ook naar verhouding meer water als je het verbrandt. Dus dat versterkt het wat minder dan wanneer je octaan zou verbranden. Nou kom je nou aan aardolie en hoe kom je daar nou uit brandstoffen aan? Dat nou, moet je even weten. Je kunt aardolie destilleren. Dat heet een gefractioneerde destillatie. Dan krijg je fracties van koolwaterstoffen met kookpunten die in elkaars buurt liggen. En je kunt via kraken de grotere moleculen in kleintjes omzetten. En die kunnen dan bijvoorbeeld wel verbranden. En dan heb ik het over bijvoorbeeld iets als C8H18. Dat brandt prima in een benzinemotor. Nou, bij het verbranden kan behalve CO2 en water ook koolstofmonoxide en roet. Dat is gewoon koolstof ontstaan. We hebben een onvolledige verbranding. En je kunt ook zwaveldioxide krijgen. Dan moet er wel zwavel in de brandstof zitten. Dat zit wel een beetje in fossiele brandstoffen. Een klein beetje. En. Uh, in de, temperatuur, de, sorry, de temperatuur in zo'n auto is zo hoog dat er ook NOx kan ontstaan. Dat is eigenlijk NO en NO2. En dat komt omdat stikstof en zuurstof uit de lucht van met elkaar gaan reageren. Nou, Zwaveldioxide en ook die NO en NO2 kunnen zorgen voor verzuring. Dus dat zijn ongewenste stoffen. Nou. In VWO-examens heb ik niet heel veel vragen over kunnen vinden. In HAVO-examens wel, maar het hoort wel bij het VWO-examenprogramma. Als je denkt ik wil hier wat voorbeeldvraagjes voor zien, kijk dan het HAVO-schrijkende filmpje over groene chemie en andere milieuvragen. Gaan we kijken naar de blokschema's: de industriële chemie. Je een paar begrippen om te beginnen: nou, de bulkchemie. Dat gaat over dingen die in hele grote hoeveelheden worden gemaakt. En de fijnchemie in kleinere hoeveelheden, bijvoorbeeld medicijnen. Dat gebeurt vaak in een batchproces, dan krijg je gewoon een reactie, die doe je in een vat, je haalt alles eruit, je maakt het vat schoon en je doet de volgende reactie. Dat is een tegenstelling met een continu proces, ja, daar komen de blokschema's zo van in beeld, daar heb je de hele tijd aanvoer van beginstof en afvoer van de reactieproducten en afvalproducten, dus dat gaat voortdurend door. Nou, hier een voorbeeld van een continu proces, een eenvoudig voorbeeldje waarbij je etenoxide en tot mech reageren, Formules doen we er verder even niet toe. Maar als je kijkt naar dit schema, dan zie je dat er etenoxide en water ingaan en meg uitkomen. Dus de stoffen die in de reactievergelijking voor de pijl staan, moeten ergens systeem in. En de stof na de pijl, kunnen er kunnen ook meerdere zijn natuurlijk, moet ergens systeem uit. We zien hier bij deze reactie, dat, en dan moet ik even kijken, hè, in reactor 2, dat er water ingaat en ook weer water uitgaat. Dat betekent dat water hier in overmaat aanwezig is, dus niet helemaal kan reageren. En dat gaat dan hier naar een scheidingsruimte. Die S staat voor scheidingsruimte. Uh, je moet altijd opletten dat wat in die scheidingsruimte gaat er ook weer uitkomt. Nou, er gaat een mengsel in van meg en water. Die komen er apart uit en dat water ga je recirculeren. Dat gaat weer terug naar reactie 2, dat kun je opnieuw gebruiken. Maar let op, omdat er dus ook water nodig is in deze reactie... Is er niet alleen maar water wat uit die S2 komt in reactor 2 nodig, maar er moet ook water van buiten komen. Want het is een beginstof, dus je moet het ook aanvoeren. In het algemeen, misschien nog even goed om te noemen, teken de situatie dat de fabriek draait. Ja, vaak als je hem opstart, dan moet je een katalysator ergens instoppen, dat soort dingen, om hem op gang brengen. Die situatie wordt bijna nooit getekend. Het gaat om een fabriek die al draait. Nou, dan een voorbeeld uit het examen van 2016. Uh, hier zien we nog even het symbool van een warmtewisselaar. Uh, dat wordt gebruikt als je in de celfabriek moet koelen en verwarmen om e efficiënte energie over te dragen. Nou, dit soort symbooltjes, ik denk niet dat je hem uit je hoofd kent, zijn er binnen te vinden: 38B. Nou, wat voor vragen kwamen hier in dat examen over? Dit ging eigenlijk over twee reactoren die bij een verschillende temperatuur werken. En daar vindt beide dezelfde reactie plaats, deze evenwichtsreactie. En dan moest je uitleggen aan de hand van de hoeveelheden eh, CO, die gasstromen, of de reactie naar rechts exo- of endotherm is. Je kunt deze vraag natuurlijk even zelf proberen. Het zijn evenwichten, en wat is bij evenwicht aan de hand. Als je de temperatuur verhoogt, gaat de reactie die endotherm is sneller naar verhouding. Dus het verschuift naar de endotherme kant. Wat zien we hier? Bij reactor 1 is de temperatuur hoger, 430 tot 240, en er is ook meer CO, 2 tot 4 procent ten opzichte van 1 procent. Dus het verhogen van de temperatuur zorgt ervoor dat de reactie naar links in het voordeel is, dus deze hier, en die reactie naar links, dus endotherm, en dat betekent, dat vroegen ze, dat die naar rechts exotherm is. Let even dat je de vraag goed beantwoordt. is die hoge temperatuur is eigenlijk helemaal niet zo gunstig, ja, want een hoge temperatuur uh, zorgt eigenlijk voor dat er veel CO is en dat is een ongewenst product. Waarom gebruiken ze dan toch een hoge temperatuur? Je ziet het in beeld staan, hoge temperatuur zorgt voor een grote reactiesnelheid. Nou, dat is soms het tegenstel bij evenwicht, hè, dat de temperatuur omhoog gaat. Dan heb je wel een snelle reactie, maar het evenwicht komt minder gunstig te liggen. Nou, daar moet je dan een goed midden tussen zoeken. Laatste vraag die hierover gaat, uh, dat ging over het verwijderen van CO2 uit de gasstroom. Uit deze gasstroom en dan zeiden ze het water wordt er al eerder uitgehaald. Nou. Wat je vaak bij mengsels van gassen kunt doen, is afkoelen. Die gas hebt natuurlijk niet allemaal hetzelfde kooppunt en dan ga je het afkoelen tot één stof, en dat zie je CO2, degene het hoogste kooppunt vloeibaar wordt en die kun je dan aftappen. Die kooppunten zijn eventueel te vinden in Binance 42a, maar je kunt hier ook wel zien hè, CO2 is een groter molecuul dan CO. Sterker van de waalsmingen, een hoger kooppunt en waar is natuurlijk piepklein. Dus op die manier kun je dat uh, uitzoeken. Oh, sorry. Gaan we nog naar één heel ingewikkelde vraag. En deze vraag is zo ingewikkeld als je dit ziet dat je hem natuurlijk nooit snapt. Uh, daarvoor is het slim om het examenvraagjaar 2011 nog even te bekijken. Ik heb hem er even nog bijgezet om je even te laten zien van nou, hoe komt het nou in een examen. En om even dit symbool van de destillatiekolom nog even toe te lichten. Nou, bij een destillatiekolom is een soort scheiding. Dus er gaan hier twee stoffen in. En stof 3 komt er uit en stof 6 komt er onderuit. En dan is het afhankelijk van de kooppunten welke onder en boven komt. En stof 3 is ethylbenzeen. Dat kun je hier zien. En ethylbenzeen ko kookt bij 136 graden. En stof 6 is styreen. Die koopt bij 145. Dus degene met het hoogste kooppunt die komt aan de onderkant eruit en de andere aan de bovenkant. Nou, hier is ook een situatie dat er bijproducten ontstaan. Uh, dat zijn die 3-ethylbenzenen. Als je die vraag bekijkt, kun je dat nog wel zien. En die kun je weer opnieuw gebruiken om iets nuttigs mee te doen. Dat is een trucje dat ook vaak in die uh, blokschema's terugkomt. Laatste vraagje van dit filmpje: hier gaat het ook weer over een scheiding. Tussen eh, C4-alcoholen en C4-alkenen. Die zijn hier op een rijtje gezet. En dan zeggen ze nou: bij welke temperatuur moet je hier nou gaan zitten? Ik ga eigenlijk even rustig kijken naar die kooppunten. Je ziet dat deze allemaal lager zijn dan die. En dan ga je kijken welke heeft hier nou het hoogste kooppunt. Dat is deze, 6 b 2 e En welke heeft hier het laagste, 2-methylpropaan-2ol. Daar ga je dan tussen zitten. Ja, dus als het bijvoorbeeld 300 Kelvin is, en ja, dan zit je daar mooi tussenin. Dan zijn de stoffen hier rechts allemaal nog vloeistoffen en dit zijn gassen. Goed, op schrijkernaavw.nl kun je meer vragen vinden zoals altijd. Kijk ook naar de links hieronder. Die blokschema's worden ook vaak wel chemisch tekstverklaren genoemd. Moet je gewoon even vaak oefenen. Veel succes met mij!